vois danser le long du golfe clair. Of we nou willen of niet, die komen, deze 6 miljard mensen of 7 miljard mensen. Al deze mensen zullen meer willen eten, meer willen gebruiken, ook een tv willen hebben, als kan een autootje rijden. En dat betekent een zodanige vraag naar producten dat de wereld dus snel uitgeput raakt. Maar Mansholt heeft toch zijn Mansholt-plan, dat is toch voor de hervormingen? Ja, maar Mansholt houdt geen rekening met wat het voor de boer moet opbrengen. Dit is de geschiedenis van een boer die aan de wieg staat van de Europese Unie. Die er als minister van Landbouw en Voedselvoorziening voor zorgt dat we genoeg te eten hebben na de oorlog. Dat onder andere heeft minister Mansholt verklaard toen hij de tentoonstelling De Melkweg opende. Hij maakte er een rondgang langs de verschillende afdelingen en liet zich tenslotte op een originele kaaswaag door enkele rasechte Alkmaarse kaasdragers wegen. De bewindsman bleek, evenals de expositie zelf, van groot gewicht te zijn. Sikkel Mansholt stuwt de Europese welvaart na de oorlog op met gegarandeerde graanprijzen en wil de doorsneeboerderij een stuk groter maken. De inkomens blijven achter, ondanks de grote steun. En we zullen dus veel sneller moeten werken. Er zullen een groot aantal mensen uit het land wel moeten. En we moeten naar grotere bedrijven. Hij speelt het machtsspel met de groten der aarde. Maar komt na een kwart eeuw tot de conclusie dat het allemaal anders had gemoeten. Kunnen we maar doorgaan met steeds meer expansie van industriële productie, steeds meer gebruiken, steeds sneller gaan? Het antwoord is duidelijk, nee. Het raakt op. De Groningse tongval verraadt de afkomst. De eerste 10 jaar van zijn leven brengt Sikkel Mansholt door op Torum, een monumentale boerderij in de Groningse Westpolder. Maar in 1918 verkoopt zijn vader de boerderij. En na een mislukt avontuur in Indië komt Sikko in de jaren 30 met zijn vrouw Henny terecht als pionier in de drooggelegde Wieringermeer. Een boer vol ideeën, ambities en idealen. Een boer die de geschiedenis zal beïnvloeden. Ik weet zeker dat Sikko nu zou leven. Dan zou hij zeggen, na vorig jaar, waar we het ook problemen gehad hebben met te weinig voedsel op de wereld. Nou, er moet toch weer iets van gegarandeerd landbouwbeleid komen, want het wordt de link. Ik denk dat het een van de weinige Nederlanders is waarvan je kunt zeggen dat hij op boven Nederlandse niveau bepalend is geweest voor de wereldgeschiedenis. Waar hij de fout maakte, achteraf gezien, is dat die grotere bedrijven en die gemoderniseerde en gemechaniseerde bedrijven, die gingen helemaal niet minder produceren per hectare dan die kleintjes. Sterker nog, dat ging de andere kant op. Zijn hart ging altijd nog naar het boerenbedrijf. Dat had hij eigenlijk misschien ook nog wel het liefste gedaan, boer geweest. Hij wist dat boerderijen van 2-3 hectare niet konden overleven in de markt. Wat je ook zou organiseren aan staatsinvloed op die markt. Dus die sanering van de landbouw, die was onvermijdelijk. Iemand moest dat doen. Thijs Berman is lid van het Europees Parlement voor de Partij van de Arbeid. Kleinzoon van een legendarisch socialist, Marinus van der Goes van Naters. Sikkel Mansholt was een goede vriend van mijn grootvader. Allebei sociaaldemocraat natuurlijk. Mijn grootvader kende hem al voor de oorlog. En in de oorlog heeft hij hongertochten gemaakt naar de boerderij van Sikkel Mansholt. Heeft hij aardappelen gehaald voor het gezin dat toen ook in Wassenaar woonde. En ik denk dat als mijn moeder de oorlog heeft overleefd, dan heeft dat alles te maken met het feit dat Sikkel Mansholt eten heeft gegeven aan de familie.
Want de hongerwinter was daar. En Sikkel heeft niet alleen voor die familie, maar voor heel Noord-Holland heeft hij dat verzorgd. De Wieringermeer. Eens een vruchtbaar stuk land met veel moeite en energie op de zee gewonnen. Eens de graanschuur van West-Nederland. Op het laatste ogenblik en nutteloos door de Duitsers onder water gezet en grondig vernield. Als in 1945 wraakzuchtige Duitsers de Wieringermeer onder water zetten, verdwijnt ook de boerderij van de familie Mansholt in de golven. Verzetsman Sikkel Mansholt redt tussen 40 en 45 honderden levens. Mijn vader werd gezocht in de oorlog. Hij was druk bezig met de voedselvoorziening voor het Westen. Wapentransporten, noem maar op. Persoonsbewijzen vervalsen, ze deden van alles. We hadden een enorme hoeveelheid Joden die onderdak werden gegeven. Zowel in huis en als gevaar dreigde gingen ze allemaal het land in. Sikkel is daarnaast actief in de socialistische beweging, wat hem op 36-jarige leeftijd een ministerschap oplevert. Hij heeft dan 4 kinderen. Theda, geboren vlak na de bevrijding, is de jongste. Een Vana die niet. Nou, kijk eens even. Dat ziet er heel geordend uit. Is dat uw geordendheid of zijn geordendheid? Hij had het nogal wat voller staan, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dus het is meer mijn geordendheid die hier... Bij hem was het één hele grote uitstalkast vol met grote koralen stonden erin. Van alles. Onder leiding van de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening vertrekt van vliegveld Valkenburg een Nederlandse delegatie naar Quebec in Canada om de algemene vergadering bij te wonen van de Voedsel- en Landbouworganisatie der Verbonden Volken. Ook de directeur-generaal van de Voedselvoorziening, ingenieur Lauwers, behoort tot de delegatie. Sikko's biograaf Johan van Merrienboer schrijft dat de jonge bewindsman zijn ministerie ontdoet van een te rode uitstraling door socialisten op topfuncties te vervangen door kundige familieleden. De belangrijkste figuur in de landbouwwereld, Herman Lauwers, voorzitter van de Stichting van de Landbouw, Groninger boer, dat was een neef van Mansholt. Stefan Lauwers, grote man van de landbouwcrisiswetgeving, dat was de andere neef. En Mansholt heeft wel eens tegen mij gezegd, toen ik hem jaren geleden interviewde, van ja, het was een soort familieregering in de jaren 50. Dat waren boeren onder elkaar. Dat kon toen nog. Dat kon toen nog, ja. Groninger boeren. Minister Mansholt krijgt het eerste zakje van 40.000 ton Amerikaans graan aangeboden. Het is april 1948. Met dank aan de Amerikaanse Marshallhulp kan de minister van Landbouw en Voedselvoorziening Nederland voeden. En meer dan dat. Dankzij gegarandeerde graanprijzen groeit de productie. En dan zijn we echt terug bij Mansholt. Hè, zo'n situatie van we proberen door het aanharken en het rechttrekken en het herverkavelen van het landelijk gebied proberen we de landbouwproductie op een hoog niveau te krijgen. Nou, dat past. Boerenzoon Dirk Strijker doseert aan de Rijksuniversiteit Groningen plattelandsontwikkeling. Hij legt zijn studenten uit dat die vaste graanprijzen in de jaren 50 goed werkten. Dat geeft een soort zekerheid waarop je kunt investeren als boer. Tegelijkertijd waren die prijzen, zeker in de jaren 60, ook weer niet zo hoog dat je de prikkel tot modernisering wegnam. Je kunt natuurlijk ook zulke hoge prijzen hebben dat iedereen achterover gaat leunen en zegt het duurt mijn tijd wel. Dus in die zin is dat toen de tijd waarschijnlijk om de productie en de modernisering op gang te krijgen heel goed beleid geweest. Er waren een paar ambtenaren van hem, die hebben dat verzonnen, ook Groningers. Die zeiden er moeten gegarandeerde prijzen komen, we willen nooit meer honger hebben. En Mansholt vond dat dat moest vanuit zijn sociaal-democratische principe, want dan hadden die boeren vast inkomen, konden ze ook op vakantie. Er zijn weinig mensen die dat weten, wordt ook weinig verteld. Zijn filosofie was, die boerderijen moeten groter, vaste prijzen, gaan ze meer produceren, kunnen ze ook op vakantie. Mark Kalon is gedeputeerde voor de Partij van de Arbeid in de provincie Groningen en boer in Zuurdijk.
vooral boer, vindt hij zelf. Elk jaar begin je weer met een schone lei. Je hebt natuurlijk je grond, als je die verknalt, dan heb je daar jaren last van. Zelfs met een politicus. Als ik s'avonds naar huis rijd, want ik heb een stuk geploegd, dan zie ik precies vanuit dat heb ik gedaan. Dat is heel tastbaar. Dat kan ik precies zien, dat ligt aan mij. Als het slecht is, mijn schuld. Als het goed is, mijn verdiensten. Politicus ben je altijd in samenspel met anderen ben je bezig. En het is veel langer. En je ziet veel minder snel het resultaat van je werk. Sikkel Mansholt is op 13 september 1908 geboren. In Ulrum, in de Westpolder. Hij is een telg uit een echt herenboerengeslacht. Vader Lambertus en moeder Wabien zijn politiek actief in de SDAP. Lambertus Mansholt is 25 jaar lang gedeputeerde in de provincie Groningen voor de socialisten. Een rode herenboer. Als je dus grote Groninger boer bent, die over het algemeen liberaal zijn. Keihard vaak, Oldambt, Hoogland. En dan vader socialistische boer, dat herinner me nog wel, dat heeft hij me trouwens later verteld. Hij kweekte zaaizaad. En als hij dan gekeurd werd, dan had hij vaak de eerste prijs, want dan was zijn naam niet bekend. Maar hij verkocht geen kilo. Zaad van de rode boer koop je niet. Zo ging dat. We praten dan ook over een periode waarbij het Koningshuis ter discussie stond, zo eind of begin 20e eeuw. De grote vragen rond de kolonisatie en dekolonisatie, al dat soort dingen. Daarin hadden socialisten een totaal andere positie dan de liberalen in eerste aanleg. Hè, want dat was de dominante stroming 19e eeuw, begin 20e eeuw en later de christendemocraten. Ze werden ook wel een beetje met de nek aangekeken hoor, in die tijd daar, die Mansholten. Het was anders dan anders. En zeker een socialist of boer, dat was niet gebruikelijk in die tijd. Ik vond ook als boer, als student ook, ja, totale vrijhandel is het recht van de sterkste. En of je nou over arbeid hebt, hè, dus werk, arbeiders, uitbuiting van arbeiders, of je hebt het over graan of over melk, het is gewoon het recht van de sterkste. En daar ben ik niet voor. En daar was Mansholt ook niet voor. En als je een beetje logisch nadenkt, dan kun je daar ook niet voor zijn. Dan moet je iets regelen. Sikko's moeder Wabien geeft Koosje, zoals de kleine Sikko wordt genoemd, de eerste jaren zelf les. En dan komt de lagere school. Bijna 80 jaar later zijn de herinneringen daaraan nog steeds springlevend. Ja, 60 kinderen in een lokaal van 3 klassen van 20. Waar je zelfstandig moest leren werken. Waar volkomen orde en rust heerste. Niet opgelegd, maar eenvoudig natuurlijk. Je wist niet beter, was er doodstil. En dat heeft groot invloed gehad. Wabien blijft haar zoon op de voet volgen en van politiek advies dienen, tot op hoge leeftijd. Regelmatig werd hij niet direct op het matje geroepen, maar er werd toch wel haar mening moest hij wel aanhoren. Ja. En meer dan aanhoren? Nee, volgens mij ging dat een beetje met een glimlach. Ja, moeder, nee, moeder. Maar niet echt van dat hij daar bijzonder veel rekening mee hield, hoor. Nee. Er zijn verhalen bekend van Mansholt die vertelde dat hij op een gegeven moment werd aangeschoten door Hallstein, de voorzitter van de Europese Commissie. Die hem zei, Mansholt, wat ik nou heb binnengekregen, een briefkaart van je moeder, die was al in de 90, en die mij de oren waste. En die mij schreef van, nou, maar als jullie dit voorstellen, denk er wel om. Dat Brussel, dat Europa democratisch moet zijn. En Hallstein was een beetje van zijn voetstukken eigenlijk. En dat vertelde hij aan Mansholt. In de grote kerk in Wageningen is door de Senaat van de Landbouw Hogeschool het eredoctoraat verleend aan minister Mansholt. Voor diens uitstekende verdiensten op het gebied van de landbouw. Behalve de naaste familie van de promovendus waren hierbij onder meer aanwezig de ministers Drees, Staf en Zuurhof. In 1956 wordt Sikko dokter Mansholt. Hij krijgt een eredoctoraat aan de Universiteit van Wageningen. Een kroon op zijn Hollandse carrière. Boeren hebben gegarandeerde prijzen voor melk en graan. En de export vaart er wel bij. Mansholt verkast naar Brussel om eurocommissaris te worden van landbouw, uiteraard. Meneer Sikko Mansholt, aanvaardt u de verplichtingen voortvloeiende uit de u voorgelezen tekst? Dat verklaar ik.
Landbouw is de belangrijkste portefeuille in de EG. Gezamenlijk beleid maken, het afspreken van een vaste prijs voor een aantal producten. Het is de beproefde methode Mansholt en de basis voor verdere samenwerking. De Amerikanen stimuleren deze ontwikkeling waar mogelijk. Ze zien, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, niets liever dan een Verenigde Staten van Europa als machtsblok naast de Sovjet-Unie. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. Vergeet niet dat de Europese eenwording dat gepusht is door de Amerikanen na 45. En in 48 krijg je de Marshallhulp. En onder dwang van de Amerikanen zijn de Europeanen ertoe aangezet om dat onderling te verdelen. Dat was de eerste aanzet tot Europese eenwording. Dat is ook de achtergrond steeds geweest bij het opzetten en het vervolmaken van het Europees landbouwbeleid. Zorgen dat we niet weer een grote oorlog in Europa krijgen. En daarvoor was het noodzakelijk dat er voldoende te eten was. Dat Frankrijk en Duitsland elkaar niet in de haren zouden vliegen. Dat de energievoorziening veiliggesteld werd tussen die landen. Al die elementen speelden daarin een rol. De manier waarop hij met Kennedy sprak over wat Amerikanen zouden kunnen doen tegenover de Gaulle of ten aanzien van de Duitse tegenstand om tot een gemeenschappelijk landbouwbeleid te komen, dat is heel belangrijk geweest. Toen Mansholt nog leefde, ik heb hem ooit een keer uitvoerig gesproken, heeft hij tegen mij ook gezegd van, nou, dat moet je dus niet onderschatten. En dat is tot nu toe nog miskend, het belang van Kennedy voor de Europese eenwording. In november 1963 wordt Kennedy vermoord. Maar de grondslag voor Europese eenwording komt er op een historische vergadering in Brussel, januari 1965. Inzet is een verdrag waarin een gemeenschappelijk landbouwbeleid van de 6 lidstaten wordt vastgelegd. Met als uitgangspunt 1 gemeenschappelijke graanprijs. Sicco legt de lidstaten talloze compromissen voor, gebruikt al zijn politieke talenten en haalt alle trucs uit de kast om alle landen op één lijn te krijgen. Hij put zijn tegenstanders uit door dag en nacht door te vergaderen. Een resultaat moet er komen, zal er komen. Mansholt is bij elke schorsing even monter. Zijn energie lijkt onuitputtelijk. Il y a encore des difficultés, mais il y a un projet de compromis sur la table à ce moment. Et je crois qu'il n'y a pas d'alternatief. On ne peut pas échapper. Op het moment dat je heel direct bent en zegt van het moet zo of met zo, dan gaan de anderen gaan nee zeggen. En dan zit je dus vast. Dan zit je in een impasse. Dus de truc, en dat klinkt wat negatief, truc is proberen openingen te zoeken, bij elkaar te komen. Het is net als aan een touw trekken. Je moet zorgen dat het touw niet breekt, dat je zelf niet over de streep getrokken wordt. Dus de anderen uitputten, naar je toe halen. Ja, en tijd werkt dan vaak in je voordeel. Hij had een gave dat hij bij wijze van spreken zijn kop even 10 minuten op het bureaublad kon leggen. En dan sliep hij. En dan was hij weg. En dan kon hij weer eindeloos door. Dus met name in marathonvergaderingen was het gewoon een uitputtingsslag. Wie kon het langste volhouden? Dat was hij. En dan won hij. Het wordt Sicco's grootste triomf. Voortaan wordt het Europees landbouwbeleid gemaakt door de mannen van Mansholt in Brussel. Ja, maar u kunt niet begrijpen hoe dankbaar wij zijn dat dit gelukt is. En al onze dank gaat uit naar de 6 delegaties die werkelijk een grootse poging hebben gedaan om op dit moeilijke terrein tot overeenstemming te komen. Ik acht het een heel belangrijke dag voor Europa. Na de oorlog was er voedseltekort. Na de oorlog waren de prijzen te laag voor de boeren. En hij heeft gedacht, dan moet je dat dus op Europese schaal gaan doen. Dat vond hij als landbouwminister van Nederland. En dat heeft hij vervolgens in de Europese gemeenschap gedaan. In feite toen nog als heel ouderwetse sociaaldemocraat, socialist, hij dacht, het moet een planeconomie zijn. Een echt door de overheid georganiseerde productie van onze voeding. Zo sterk
opgelegd, een planeconomie. Die gedachte heeft hij later verlaten. Maar de eerste gedachte, de eerste constructie zeg maar, van het landbouwbeleid was heel erg overheidsgestuurd. Europa produceert, exporteert en de boeren varen er wel bij. Het medicijn van dokter Mansholt brengt ook Europa welvaart. Maar het heeft ook een zware bijwerking, overproductie. Nu verkeren we in een gelukkige omstandigheid dat door de grote expansie van de gemeenschappelijke markt, door haar verhoging van het levensniveau van de bevolking, ook het verbruik sterk zal toenemen van een aantal producten. Maar toch zijn we niet zonder zorg over wat de productie te zien zal geven. Waar hij de fout maakte, achteraf gezien, is dat die grotere bedrijven en die gemoderniseerde en gemechaniseerde bedrijven, die gingen helemaal niet minder produceren per hectare dan die kleintjes. Sterker nog, dat ging de andere kant op. Nou, dat is iets waar die gaandeweg wel achter kwam, maar toen die zeg maar in de jaren 60 het beleid vorm gaf, toen verkeerde hij in de veronderstelling dat als hij maar in de richting van grotere bedrijven ging en een wat meer op loon arbeid gebaseerde landbouw, dat het met die productiestijging wel mee zou vallen. En daarnaast moest je dan een gronduitproductie nemen in bossen en dat soort dingen. Schaalvergroting moet het probleem verder hanteerbaar maken. De productie moet en kan efficiënter. Mansholt heeft daarvoor een plan dat erop neerkomt dat kleine boeren wat anders moeten gaan doen. Uiteindelijk moeten van de 10 miljoen Europese boeren de helft verdwijnen. Want de boerderij is een efficiënte, grote melk-, vlees- of graanfabriek. Met de nadruk op groot. Dat was een schaal die in Groningen eigenlijk al groot gevonden werd. In de rest van Nederland zeer groot en in de rest van Europa ondenkbaar groot, om zo maar te zeggen. Veel boerenbedrijven in Frankrijk en Italië zaten op dat moment op een oppervlakte van 2-3 hectare. En hij had neergeschreven voor een akkerbouwbedrijf. Nou, dan moet je toch in de orde van grootte van 100 hectare denken. Nou, dat lag echt buiten het blikveld van een groot deel van alle boeren in Europa. En daarmee ook van, laten we zeggen, regeringsleiders en alle anderen die erbij betrokken waren. Marc Calon boert op 58 hectare grond in Zuurdijk. Te klein volgens de Mansholt-meetlat. Ja, in het begin was ik hier ook fulltime aan het werk. En nu met zware mechanisatie. Goede samenwerking met mijn buurman is uitstekend. Is het 600 uur op jaarbasis, zo'n akkerbouwbedrijf. Dus Mansholt had ongelijk? Nee, Mansholt had niet ongelijk. Er is een andere factor die zorgt dat dat gebeurt. Dat is technologische ontwikkeling. Als ik een jaar of 15 geleden aan het ploegen was, dan ploegde ik 4 hectare op een dag. Als ik nu ploeg, met een moderne trekker, een moderne ploeg, fluistercabine, veel pk's, ploeg ik 10 hectare op een dag. En als het haast het 15 hectare. Dus de technologische ontwikkeling, die ongeveer 95% van die ontwikkeling in de landbouw bepaalt, die bepaalt dat je steeds meer kan doen. Boeren die hun bestaan bedreigd zien door de plannen van Mansholt protesteren massaal. Dit is Brussel, maart 1971. Bij het beursgebouw staat een groep Nederlanders, Zeeuwen, Friezen en Groningers. Hier is een Oost-Groninger die thuis een akkerbouwbedrijf heeft. De vleesprijs is te laag en de melkprijs is ook te laag. Dus wat is de oplossing? Wij moeten onherroepelijk hogere prijzen hebben. Ondanks alle provocaties wordt er niet opgeslagen zoals bij andere gelegenheden maar al te gauw gebeurt. Eén politieman verliest zijn koelbloedigheid en schiet. Dat betekent één dode, één martelaar. Ja, dat was een hele heftige actie was dat. Het was gewoon eng. Nou, ik zat toen op lagere school en ik hoorde van de hoofdmeester dat mijn vader er ook bij was, want hij was s'avonds op het journaal, later het journaal op de foto geweest. Nederlandse boeren. Dus ik kneep hem als een dief. Maar er was niks aan de hand. Maar ik hoorde uit de verhalen wel, en dat weet je nog steeds dan, dat het behoorlijk heftig was geweest. Deed dat wat met hem, dat soort dingen? Tuurlijk deed dat wat met hem, maar hij kon dat heel goed verbergen. Tuurlijk, dat heeft emotioneel heel wat gekost, denk ik, maar hij liet dat niet blijken. Er is een brief van Henny, van zijn vrouw, aan mevrouw Drees. Die hadden nog onderling contact. En die schrijft dus dat Sikko na die boerenopstand toch op een gegeven moment last had van hevige neusbloedingen in het Europees parlement. En dat was gewoon de fysieke reactie op die boerenopstand.
Sikkel Mansholt bestuurt meer dan een kwart eeuw Nederland en Europa. Het begint met een toespraak in de Tweede Kamer, waarvoor een bijzonder Kamerlid, zijn eigen tante Agnes, hem een hart onder de riem steekt. Ik zal nooit vergeten dat de eerste keer dat ik op moest treden voor de verdediging van mijn begroting, dat ik toch wel met lode schoenen achter het groene gordijntje voorbij kwam. En ik liep dus naar de ministertafel en werd ik aan mijn jas getrokken. En dat was tante Agnes. Je trok gewoon een jas, je zegt. Die zegt, Sikko, denk erom. Je weet er meer van, dan ben je allemaal met elkaar. Sikko's inzet is om zijn medemensen een beter bestaan te geven. Zorgen dat er nooit meer oorlog komt, nooit meer honger. Maar die economie van het meer en alsmaar groeien doet veel kwaad aan de derde wereld en het milieu, rapporteert de Club van Rome. Sikko onderkent die gevolgen, ook van zijn eigen beleid. En het moet dus anders. Dat betekent een radicale politiek. Een radicale verandering van de huidige politiek, waarbij alles geproduceerd wordt of alles afgestemd is op de grootst mogelijke productiviteit, de laagst mogelijke kostprijs, waarbij men zich eigenlijk niet stoort aan het spoor van vuil dat men achterlaat. Het was geen geitenwolle sokken oplossingen waar hij aan dacht. Niet iets van kleinschaligheid en pichel mee. Hij had alle respect ongetwijfeld voor biologische landbouw of wat dan ook. Maar dan wel weer goed georganiseerd en op een grote schaal. Niet maar een beetje wat losjes eraan aan werken. Wat in die periode in de milieubeweging vaak wel een gedachte was. We gaan terug naar kleinschaligheid en leuk gezellig bij elkaar. Dat was niet de echte lijn die bij Mansholt hoorde. Zijn wereldbeeld, zijn werk, zijn politieke leven, alles staat op zijn kop. Tegelijkertijd is er een aardverschuiving in zijn privéleven. De 63-jarige Sikko wordt verliefd op de 40 jaar jongere Petra Kelly. Mansholt is zoekende en komt daar die hele jonge dame tegen die hem dan ook nog een beetje naar de mond praat. En dat klikt meteen. Zij valt voor hem. Zij ziet in hem ook bijna een tweede Marx, zou je kunnen zeggen. Ja, dat was natuurlijk vooral voor mijn moeder natuurlijk dramatisch. Ik bedoel, dat heeft een behoorlijke impact gehad, ja. Ze leven samen hier aan het Square Marguerite in Brussel. Dat appartement hier achter me is niet alleen natuurlijk die diepe verhouding tussen Petra Kelly en Sikko Mansholt tot bloei gekomen. Die hebben daar 2 jaar gewoond. Niet alleen dat. Daar is ook een enorme stuk geschreven eigenlijk van de verandering van de sociaaldemocratie in Europa. Omdat daar Sikko Mansholt dacht, het is mooi met die landbouwpolitiek. Het is mooi met ons overmoedige ingrijpen in de economie. Maar ondertussen is wel het milieu kapot gegaan. En dat moet anders. Dus dat is daar gebeurd. Dat is iets heel bijzonders eigenlijk in de geschiedenis van Europa. In de geschiedenis van een mens, maar ook in de geschiedenis van het denken van links-Europa. Dus een liefde beïnvloedt de Europese geschiedenis. Ja. Die visie die hij had gekregen door wat er was ingegeven door de Club van Rome, dat had hij al voordat Kelly om de hoek kwam. Dus het is niet zo dat Kelly hem heeft omgeturnd. Nee, eerder andersom. Wat er over was van die periode, dat waren een aantal brieven. Ja. Zijn die er nog? Nee, zijn er niet meer. Nee, er was er al wat van over. Dat hebben we in de kluis gevonden. En toen we het huis in Babsveen moesten opruimen, hebben we daar een leuk vuurtje van gemaakt. Uit discretie, uit respect voor het persoonlijke leven van mensen, kun je alleen maar zeggen, nou, dat is hun keuze, weg ermee. Het was hun liefde en niet die van een ander. Voor een biograaf is dat heel erg jammer. Want je had een mooi beeld gekregen van de man op dat moment van binnenuit. Na bijna 2 jaar keert Sikko terug in de schoot van zijn familie. Sikko en Henny gaan wonen in een boerderij in het Drentse Wapserveen. Sikko blijft zich bemoeien met politiek in het groot en in het klein. Het is heel belangrijk. Het milieu, de minister van Milieu zal hier zware stemmen moeten hebben. Als ik dus zie dat bepaalde planten nodig weer te vinden zijn. Ik ben een tijd geleden de kikkers niet meer hoorde. En geen stekelbaarsjes meer in de sloot ziet. Dan moet je dus echt
Ja, dat grijpt mij aan. En ik denk dat heel veel jongeren dat niet eens meer weten, dat het meer opvalt. Maar ook vervult de politicus in rusten een levenslange droom. Een wereldreis per zeilboot. In Lauwersoog hebben we hem uitgezwaaid en ik heb echt gedacht, nou, die zien we misschien nooit meer terug. Die verdwijnt in de golven. Dat zou misschien ook nog een hele mooie dood zijn. Ja, maar goed, hij is na 3/4 jaar is hij teruggekomen. Heel huids en heeft een schitterende reis gemaakt. Het standbeeld van Sikkel Mansholt kijkt uit over het water. Het water bij Blauwe Stad, waar steeds meer mensen zullen wonen en recreëren bij een kunstmatig meer. Het water van dat meer stroomt over wat ooit uitgestrekte graanvelden waren, een van de graanschuren van Nederland. Je vraagt je af wat Sikko daarvan zou hebben gevonden. Was hij hartstikke voor? Ja, en ik weet dat zeker, want ik heb nog in het Forum gezeten in 1995. Ik zat toen nog in de landbouworganisatie en hij was politicus in rusten. En Gerard Beukema die organiseerde een bijeenkomst in de Stallen in Winschoten, verkiezingsbijeenkomst. En dan moesten we ons zegje doen over de Blauwe Stad. Dat was een plan van 3000 hectare en Sikkel vond een goed idee. Ik denk dat hij het prachtig gevonden zou hebben. Ten eerste had Mansholt iets met water. Het was een zeiler. Het was iemand die met zijn ouders vanuit de dijken naar Schiermonnikoog keek met de koperen verrekijker toen hij jong was. Je zou kunnen zeggen, het past wel in het beeld wat hij in het Mansholt-plan van eind jaren 60 al schetste. Dat er naar zijn mening grond uit productie moest om te voorkomen dat er overschotten zouden ontstaan. Nou, de grond van, van de Blauwe Stad is uit productie gegaan vanwege maatregelen tegen overschotten. De Mansholts waren pioniers. Dit is ook, dit heeft iets pioniersachtigs als je grond onder water zet. Overigens is het zo dat dat niet de beste landbouwgrond was hoor. Iedereen doet alsof dat de beste landbouwgrond van de wereld was. Nou, het Oldambt is hartstikke goede landbouwgrond, maar in het Oldambt was dat de mindere grond. Het is wel heel dubbel. Ja, staat hij op ondergelopen land. En dat is natuurlijk eigenlijk heel erg dat daar zoveel land ondergelopen is. Ik denk dat we veel te weinig geheugen hebben in Nederland. Dat we veel te weinig onze geschiedenis in ere houden. En dat het heel goed is om dit soort mensen te eren en een standbeeld te geven. Omdat ze stonden voor iets. Ze stonden voor een idee van een samenleving. Een solidaire samenleving, een moderne samenleving. Een ecologisch bewuste en verantwoordelijke samenleving. Dat is wat. Ik denk dat Sikkel Mansholt na de Tweede Wereldoorlog de enige Nederlander is geweest met een werkelijk alomvattende visie. Avec les anges si pures, la mer. Het feit, er is straks onvoldoende materiaal meer. Dan denk ik aan mijn grootvader. Als die een tafel wou timmeren, dan greep hij in de spijkerbak. En dan sloeg hij eerst voldoende kromme spijkers recht. En die werden dan gebruikt en dan timmerde hij de tafel. Wij doen dat niet meer. We hebben nieuwe spijkers. En die gebruiken we. Maar ik ben wel zeker dat onze kleinkinderen weer zullen moeten doen als grootvader. Eerst kromme spijkers recht slaan en dan de tafel timmeren. Pour la vie.